Zo gaat het de hele middag. Honderden demonstranten worden beschoten als ze de grens beneden aan deze heuvel proberen over te steken. Een hoop zand met prikkeldraad daarvoor is de eerste van vele barrières. Het Israëlisch leger zegt, ook in het Arabisch, dat wie daar overheen gaat het internationaal recht overtreedt. Maar de Palestijnse vluchtelingen aan de Syrische kant, die willen naar huis, naar Palestina, zeggen ze. En dat betekent dus juist het hek over. Ze schieten zodra Palestijnen die prikkeldraadrollen proberen over te komen. De nervositeit in Israël is groot. Niet eens alleen vandaag en tijdens de Nakba-herdenking. Maar veel meer wat er in de toekomst gaat komen. Dat de Arabische revoluties ook de Palestijnen hernieuwde moed hebben gegeven om op te rukken naar de grenzen. Omstanders in het Druzische dorp willen dat het leger ophoudt met schieten op de andere kant. Lokale geestelijke manen de mensen naar huis te gaan, want ze willen geen ruzie met het Israëlisch leger. Even komt het tot een onderling handgemeen. Intussen gaat de demonstratie in Syrië door. En het schieten. En het afvoeren van de doden en gewonden. Urenlang.